Hebben jullie ook zitten kijken? Ja, dat voetballen. Ja. Oh, dat Real Madrid. Tegen de Paris Saint-Germain. En het zoveelste bewijs weer, beste vrienden. Dat met geld is lang niet alles te koop. Nee, ik heb dat al meer gezegd en ik zeg dat weer. Met geld is niet alles te koop. Kijk bijvoorbeeld naar, ik noem maar even een voorbeeldje, Talpa. Ja, die denken dan van, weet je, ik koop allemaal sterren weg. Ja, bij RTL en dan moet het allemaal wel lukken op SBS. En dat gebeurt niet. Omdat je de gunst, dat heb ik ook al gezegd, de gunst van de kijker kan je niet kopen. Nee, zo werkt dat niet. Nee, want mensen laten zich niet in de maling nemen. Mensen voelen dat gewoon. Die kille zakelijkheid van, oh, ik douw er even wat poen in en dan gaat het wel lukken. Nee. En dat hebben we nu ook weer gezien. Ja, in Madrid. Ja, want dat Parijs, ja, dat heeft dus al sowieso weinig gevoel. De Franse voetbal stelt natuurlijk al sowieso al weinig voor. En wat krijgen we dan? Er zit dus een of andere rijke gozer in Qatar, een of andere olieboer, en die denkt bij zichzelf, nou weet je wat, ik koop gewoon een zootje namen en ik gooi er gewoon 100 miljoen tegenaan en dan gaan we dan. Nee, ja, dat heeft hij ook gedaan. Want ja, hij heeft Di Maria en hij heeft Mbappé en hij heeft Messi en wie heeft hij nog meer? Neymar. Het is ongelooflijk wat er allemaal op dat veld staat. Maar ja, maar daarmee ben je er niet natuurlijk. Want hey, hoe zit dat dan? Je kan al die gasten wel zo die poppetjes op het veld zetten. Maar dan ben je er niet, want dan heb je nog geen team. En daar gaat het om in voetbal. Het gaat om gevoel. Dat is het gewoon. En dat wil ik ermee zeggen. Met geld koop je geen geluk. En met geld koop je geen echte liefde. En met geld koop je geen succes. Nee, dat gebeurt niet. Dat moet allemaal met passie. En daar moet goed over nagedacht worden. En dat moet met gevoel. En dan krijg je ook de mensen mee. Want die houden daarvan. Als dingen dan lukken. En weet je wel. Maar niet dat je dat gewoon even snel, even gewoon met een hoop poen, wat mensen neerzet. En dan denk je dat het maar even lukt. Nee, want je denkt, wat Messi, die denkt bij zichzelf, ja, maar jij moet voor mij lopen. En die Neymar denkt, ja, maar hallo, ik ben nu groter dan jij. Ga jij maar voor mij werken. En al die ego's en die Maria, die gaat ook geen stap meer zetten. En dat zag je ook in het eind van die wedstrijd. Dan komen ze achter en dan denk je bij jezelf, nou, die gasten zullen nu toch wel, ja, want dit is hun kans nog om die Champions League te winnen. En dat gebeurt dan helemaal niet. Nee, dat is dan volkomen los zand. En iedereen die naar die wedstrijd zat te kijken, die hoopte ook. Ja, die hoopte ook dat Madrid het zou winnen. En dat gebeurde ook gelukkig. Ja, gewoon het gevoel van, ja hoor, je kan nog zoveel poen hebben, maar toch gaat het je lekker niet lukken. En dat was hem.